DSOPM, ja, dat is een vooropleiding van het conservatorium. In de eerste periode zat ik met Teun, werd ik ingedeeld gitarist. En ik ging een cover doen van Tame Impala. En dat is gewoon vet rustig natuurlijk. En zeg maar echt letterlijk hetgene wat je niet moet doen, is dan een blues solo op het einde gaan spelen over dat nummer. En een lijpe rock solo, dat zeg maar totaal tegenovergestelde. En hij was zo van, ik ga een blues solo aan het einde pakken. En bij elk ander nummer wat we speelden was ze van, ja, ik doe wel een solo. En ik vond het gewoon heel cool hoeveel scheid hij daaraan had. Toen had ik hem een berichtje gestuurd na de les. Wil je een band beginnen? Het gekke is dat de vibe nu is dat jij mij filmt, dat ik hier zit. Maar voor mij is de vibe nu dat we gaan chillen. Maar je moet gewoon mij filmen. Dus je kan niet soort van filmen dat wij aan het chillen zijn. Dus dat is soort van. Je moet een echte baan gaan zoeken. Maar kan ik? Ik kan alleen drummen. Ja, en die kick. Die is fucked up. Oh, die is hoog. Ja. Ding.